Motivatieputten uit de obstakels van het leven om er uiteindelijk een mooi product van te maken is niet altijd even makkelijk. Dan nog is het belangrijk om deze tegenslagen te zien als Gods manier om je te helpen groeien. Dit is de visie achter het boek Splinters op mijn pad van Gil Eyck. De auteur had gisteren een boekpresentatie van haar tweede boek. Eyck markeert dit drukwerk als een van haar behaalde successen en zegt dat haar persoonlijke groei door de jaren heen duidelijk zichtbaar is geworden. Eyck praat over de motivatie achter het boek dat haar spiritueel leven is. Door haar bekeringsproces heen heeft ze veel tegenslagen ervaren die verder in haar leven hebben gewerkt als een trap van motivatie. Ik zie meer als een succes dat ik mezelf heb kunnen overwinnen op een gegeven moment. Je zou het niet denken, maar ik heb ook wel mijn momenten gehad dat ik dacht van, maar altijd gebeuren deze dingen met mij. En altijd laat iedereen me in de steek. En altijd, en niemand houdt van me. En ik moest die switch echt gaan maken. Ja. En het moment dat ik dat kon doen, denk ik dat dat de momenten zijn geweest die ik toch meer als een succes zou bestempelen. Een stukje overwinning. Een stukje overwinning van jezelf, van je eigen denken. Ja. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat de andere dingen automatisch erbij komen. Het begint bij jezelf. Elke tegenslag is een duw geweest richting verbetering en doorzetting. Eyck ziet dit als de rode draad van haar leven, welke ze wilt gebruiken om anderen te motiveren. Tijdens de presentatie werd een deel van het boek voorgedragen. Dit was het moment waarop Glory brak. Het leek alsof ze niets meer voelde, ze hoorde en zag niks. Het enige dat er gebeurde was een overvloed van tranen die heet over haar wangen stroomden. Er leek geen einde aan te komen en ze scheen niet tot rust te kunnen komen. Ze voelde een warm, weldadig gevoel door haar heel lichaam heen stromen. Dit had ze nog nooit van haar leven ervaren. Op dat moment wist ze dat ze op de juiste plek was. Dit was het antwoord op haar gebeden. Ze wist nu al dat ze er de volgende week op haar verjaardag weer zou zijn. Glory viel terug in de huidige tijd. Ze had toen niet beseft dat deze stap een totale ommekeer in haar leven zou betekenen. Het zou echter niet zonder slag of stoot gaan. Kiezen voor God, kiezen voor Jezus, gaat gepaard met enorm veel strijd. En die strijd kun je alleen aan als je daadwerkelijk voor hem kiest. Ze had het toen niet begrepen en zelfs zwaar onderschat, maar de tijd zou het haar leren. Elk van ons staat ooit op een kruispunt, zonder het besef welke kant op te gaan. Je staat en je zucht. Je leidraad is gebakken lucht. Je enige gezelschap is een traan. Een traan die liefde gevangen houdt, maar ook de zijnen van onzekerheid. Een lijst met minnetjes, plusjes, gekrabbeld op het konto van de tijd. Het lijkt uitzichtloos, je voelt je leeg, je bent je spiegel vergeten, maar je jezelf ziet, je voelt je hart niet. Wie reist met je mee? Waar moet je heen? Kijk even omhoog, je bent nooit alleen. Eyck zegt te zullen blijven schrijven en haar talenten inzetten om te motiveren en anderen te helpen. De avond werd afgesloten met het signeren van het boek.